Kijk of het veilig is om het slachtoffer te benaderen. Nu ga ik het bewustzijn van het slachtoffer controleren. Ik roep hem aan, gaat het? En ik druk op zijn schouders. Hij is bewusteloos, dus ik bel op dat moment 112. Ik vraag naar een ambulance en vertel dat het om een bewusteloos slachtoffer gaat. Ik zet de telefoon op de speaker en leg het bij het hoofd van het slachtoffer neer. Dit is ook een moment om te vragen of iemand een AED voor je haalt. Kijk of het slachtoffer ademhaalt. Dat doe ik door mijn hand op het voorhoofd te leggen, 2 vingers onder de kin, het hoofd naar achter te kantelen. Ik draai mijn vingers weg en ik kijk maximaal 10 seconden of de borstkas omhoog gaat, of ik hoor ademhalen of ik voel ademhalen. Hij ademt niet. Dat betekent dat we gaan reanimeren. Ik ga tegen het slachtoffer aanzitten. Ik zet mijn hand midden op de borstkas. Ik haak mijn vingers in en ga met mijn schouders recht boven het borstbeen. Ik strek mijn armen en ik ga recht naar beneden de borstkas indrukken. 5 tot 6 centimeter diep en dat doe ik 30 keer. Dan ga ik beademen. Ik doe weer de kinlift. Ik knijp de neus dicht. Ik beadem 2 keer en ik ga weer door met de borstcompressies. Ik zet de AED aan en ik doe precies wat de AED mij vertelt. Verwijder elektroden uit verpakking aan achterkant apparaat. Bevestig elektroden op ontblote borst zoals afgebeeld. Schok geadviseerd. Bezig met opladen. Houd afstand. Iedereen weg? Druk op knipperende schokknop. Schok 1 toegediend. Het is veilig de patiënt aan te raken. Start nu reanimatie. We gaan door met de reanimatie. Het kan zijn dat het slachtoffer tijdens de schok omhoog komt. We blijven de instructies van de AED volgen. Iedere 2 minuten zal de AED een nieuw schokadvies geven. Ga door. We gaan door met de reanimatie totdat de ambulancepersoneel het van ons overneemt.